Jonas is een woongebouw wat we ontworpen hebben voor deze maritieme locatie van ongeveer 150 meter lang. Dus het is een lang woongebouw. Er zitten 273 appartementen in. Alle woningen in Jonas liggen eigenlijk rondom een grote centrale ruimte, een canyonachtige ruimte. Je zou kunnen zeggen de ingewanden van de walvis. De buitenhuid van Jonas is helemaal gevormd uit donker gepatineerd zink. Dus het is allemaal gevouwen in een soort schilderijlijsten. En binnen die schilderijlijsten zitten allemaal grote aluminium puien. De middendure huurwoningen zijn allemaal uitgevoerd als studioappartementen. Die hebben geen balkon, maar die hebben wel een heel groot Frans balkon, een schuivend raam. Het mooie van die verticaal schuivende ramen is dat ze ook heel slank gedetailleerd zijn, heel slanke profielen hebben. Waardoor als ze naar beneden schuiven ook nauwelijks iets zichtbaar is van het kozijn en echt je gevel optimaal open staat. Aan de kant van de kade zitten commerciële ruimtes. De woonkamer van Jonas is publiek toegankelijk, ook voor de buurt. En de woonkamer heeft vier hele grote verticaal openende schuifpuien die openen naar het terras wat ervoor ligt. We zijn er eigenlijk trots op dat we met Jonas een heel nieuw type woongebouw hebben kunnen maken. Want uiteindelijk is het een woongebouw, maar het wordt met name gedragen door al zijn collectieve voorzieningen.